Waarom ging je naar Nepal? Om te helpen, om een pottenbakker te helpen met productverbetering. Ze zijn daar gewend om alles van rood steen te maken, omdat ze hun ovens konden geen hogere temperatuur. En nu hebben we met een nieuwe oven en met glazuren die ik hem heb geleerd, kan hij dus ook geglazuurd aardewerk maken. En dat is dit soort dingen, dat heb ik dus ook in Nepal gedaan met de pottenbakker Haribo. Om potten te laten maken die ook geschikt zijn voor de Nederlandse markt. Ik ben uitgezonden door een organisatie die heet PUM, Nederlands Senior Experts. En die hebben een 3200 mensen die allemaal specialist zijn op een bepaald vakgebied. Volgens mij was er maar één pottenbakker. En dus een kleine pottenbakker uit Giethoorn is daar eentje van geworden. En dit was dus ook mijn eerste uitzending. Wat voor man was het? Het is een jonge man van een jaar of 43, een leuk gezin, een mooi bedrijfje. Dus hij heeft aan zijn woning een hal laten bouwen. En hij levert aan een organisatie in Nederland en die verkopen dus zijn producten. IJzer in de klei maakt dat de klei roestbruin kleurt. Deze roodbruine klei, dat noemen we hier in Nederland terra aardewerk, hè, zoals bloempotten. En dat is een beetje uit, dat is een beetje passé. Dus nu wil hij heel graag dat we dat gaan glazuren. En daarin ga ik hem dan helpen. Hij heeft van mij gekregen een stuk of 80 recepten voor glazuren. Dus van een blauwe glazuur in wel 10 verschillende diktes en van licht naar donker. Een groene glazuur, bruin, roze. Dus 80 recepten die hij met de middelen die hij daar heeft zelf kan maken. Iedereen zei dat is een cultuurshock. Nou, dat valt wel mee. Dat is inderdaad natuurlijk een totaal ander land. En de pottenbakker is eigenlijk een hele goede vakman. Alleen wij kunnen om de hoek onze boodschappen doen, hè, als pottenbakker. Ik kan mijn materialen krijgen vlakbij. En bij hun duurt het 5-6 maanden. Het moet allemaal via India. Heel ingewikkeld. Dus hun zijn enorme vaklui met een minimum aan middelen en mogelijkheden. En wij zijn vaklui met een ongelooflijke berg aan dingen die we kunnen kopen, krijgen, informatie, alles. En dat is, daarom is de prestatie die ze daar leveren eigenlijk veel groter als wat wij het hier doen. Ik help een concurrent, alleen ik ben al wat ouder. En ik vind het heel belangrijk dat mijn mooie vak doorgaat. En als ik daar en iemand mee kan helpen en ik kan mijn vak levendig houden, dan vind ik dat een win-win voor iedereen. Maar waarom dan niet een Nederlandse jongen? Nou, die zijn er niet. Echte handdraaien, wat wij nog doen, dat is in Nederland zelden. Ik ben nog wel een van de weinigen die dat nog professioneel en ambachtelijk doet. Ik heet in Holland, in Giethoorn.